Hey, goeiedag, welkom bij mijn eettafel. We gaan de concealers even doen, de collectie. En ik heb het neergelegd en dan gaan we er gewoon zo langs. Dus ik heb dit is de Huda Faux Filter Luminous Matte in Yoghurt Drops. Dan heb ik de Huda Glowish in 1.5 Fair Cool. Dan heb ik de Dior Forever Skin Correct. Dit is de kleur 1, neutral. Dan heb ik Charlotte Tilbury Beautiful Skin Radiant Concealer in 3 Fair. Ik heb een Soeva Concealer. En hoe heet die? De Retouch Elixir Brightening and Correcting Pen. En heeft hij dan ook nog een kleur? Hallo? Light Up. Light Up, dat is de kleur. Dan heb ik een Lasting Perfection Concealer van Collection. En dit is de kleur 2 Porcelain. Ik heb de NYX Bear With Me Concealer Serum in... in light. Even zoeken af en toe. Dan heb ik de Morphe 2 Hide and Peak Concealer Corrector in Peak of Pearl. Ik heb de Maybelline Anti-Age Eraser in 3 Fair. Die is nog dicht. Dan heb ik dezelfde, die heb ik in gebruik. Ziet er niet uit. En dan heb ik de 05. En dat is volgens mij... dit is volgens mij de rozige. Dus dat is meer een corrector. Ik heb een 11 Hydrating Camo Concealer Satin Finish in... Light Peach. Dan heb ik de Rimmel Free and Kind in 010 Fair. Ik heb de Flower Light Illusion in 00. Dan heb ik van Maybelline de Affinitone Tone on Tone Concealer in de kleur 01. Dan heb ik een Max Factor Miracle Pure Hyaluronic Acid en Vitamine C Concealer in de shade 01. Ik heb een L'Oreal Infallible Pro Glow. En dit is de kleur... oh, staat er gewoon op. 01 Classic Ivory. Dan heb ik een Age Perfect Concealer in 01 Ivory. En ik heb er nog een in 01 Light. Oké. Dan heb ik de Essence Skin Loving Sensitive Concealer. Ja, maar die bestaan voor... dit is 05 Fair. Ik heb een Clean ID Concealer van Catrice. In 004 Light Almond. Ik heb de True Skin High Cover Concealer in 001 Neutral Swan. En dan heb ik de Catrice Cover and Care in 002 Neutral.
Dan gaan we naar de Revolution kant. Ik heb het op merk gelegd. Ik heb de Revolution IRL Filter Finish in C3. Hele fijne concealer. Dan heb ik de Conceal and Correct. Deze in de kleur Peach. Ik heb die nog een keer. Dan heb ik de Conceal and Hydrate. Ook in C3. Dat is mijn kleur. En dan heb ik hier nog een keer de Peach. En die is nog dicht. Dan heb ik de Revolution Pro Ultimate Radiant Under Eye Concealer. En die heeft de kleur C1. Heel apart, niet mijn kleur. En dan heb ik de XX Revolution. Het staat niet bij hoe de concealer heet. Maar in ieder geval de kleur CX2. Verder heb ik hier twee correctors van Revolution. Dit is de Conceal and Fix in Light Pink. En dit is de Eye Bright Corrector Light to Medium. Ik heb nog een corrector van Milani, de Supercharged Brightening Under Eye Tint in Peach. Dan heb ik de Elf Putty Color Correcting Eye Brightener in de kleur Fair. Ik heb de Catrice Under Eye Brightener, dit is maar in één kleur. En dan heb ik nog een Chanel Sublimage Corrector in 02. Dit waren de concealers en de correctors. Gaan we verder met foundations. Momentje. Oké, ik heb het weer een beetje op merk gedaan. Dit zijn eerst alle tubes, dus dit zijn weer een beetje... De Tinted Hydrators. Even mijn bril op, kan ik het jullie ook vertellen. Ik heb de Smashbox Halo Healthy Glow All-in-One Tinted Moisturizer in de kleur Fair. En hier ga ik wel dingen van weg doen, denk ik. Ik heb de Estee Lauder Double Wear Sheer Long Wear Makeup in de kleur 1N1. Dan heb ik de Elf Camo CC Cream. En dit is Fair 120. Dan heb ik er twee van It Cosmetics. Ik heb een heel raar beeldje hier op de achtergrond, maar dat is mijn beeldje. Ik heb de Illuminating en de Nude Glow. De Illuminating is te donker, de Nude Glow is te licht. Dus ik gebruik ze altijd samen, is perfect. Dit is light, dit is porcelain. Dat, nou ja, goed. Dan heb ik de Glowish Multi-Dew Skin Tint in 01 Fair. Ik heb de Charlotte Tilbury Beautiful Skin. En dit is volgens mij 3, ja. Dan heb ik de Wet n Wild Tinted Hydrator. In de kleur Fair. Ik vind het gewoon niet fijn. Ik pak hem ook echt nooit. Wet n Wild is ook gewoon niet mijn merk. Moet ik heel eerlijk toegeven. Dus denk dat ik die weg doe. Even apart. Dan heb ik de Rimmel Kind & Free Moisturizing Skin Tint Foundation in 10 Rose Ivory. Die wil ik nog wel proberen. Heb ik nog niet zo vaak geprobeerd. Dan heb ik de NYX Born to Glow Naturally Radiant Foundation in Light Ivory. Mooi, maar ik gebruik hem te weinig. Ik heb de NYX Bear With Me Blur in 02 Fair. Heb ik pas één keer geprobeerd. Het staat in de video van de blind. Moet ik gewoon nog wat vaker proberen. Dan heb ik de Milani Glow Hydrating Skin Tint in 110 Fair to Light. Deze doet echt helemaal niets behalve de glow.
Dus ik denk dat ik hem gewoon bijvoorbeeld in de skin tint van, in de blur van NYX doe. Maar op zichzelf doet dit gewoon niets. Het is geen slecht product. Maar weet je, ik hoef geen hele dikke dekking. Dikke dekking, heel raar woord. Maar wel een beetje, zeg maar. De Miracle Pure Skin Improving Foundation in 30 porselein. Heel fijn. Ze zeggen dat het een dupe is van die van Charlotte Tilbury. Deze. Weet ik niet. Maar ik vind die van Charlotte Tilbury minder prettig als deze. Dan heb ik de Revlon Candid Glow in 120. Moisture Glow Anti-Pollution Foundation. Ja, is een fijn product. Dan heb ik de Affinitone Hydrating Tone on Tone Foundation Natural Radiance in Light Porcelain. Prima. Dan heb ik de L'Oreal Age Perfect in 01. Heb ik nog niet zo vaak gebruikt. Moet ik misschien wat vaker gaan gebruiken. Maar ik heb daar ook een echte foundation van. Dan heb ik de Skin Paradise in Fair 02 van L'Oreal. Tinted Water Moisturizer. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Dan heb ik deze. Dit is de Infallible Pro Glow. Die is lekker binnengekomen. Daarom is hij al half leeg. Ik heb hem nog geen één keer geprobeerd. Dan heb ik van de Catrice Clean ID de Hyper Hydro Skin Tint. Ja, deze vind ik wel oké. Dit is de kleur 002. Ik vind het wel oké. Ik hoor er hele gemengde verhalen over, maar ik vind het wel oké. Dan heb ik van Clean ID ook de Hydro BB Cream. Deze zien jullie nooit, want die is niet meer te koop. Maar ik vind hem heel fijn. Dan heb ik de Hydro Hero van Essence in de kleur. In de kleur, jongens, even wachten. Oh ja, 05 Ivory, Natural Ivory. Ik denk dat ik deze ook weg doe. Ik vind hem niet geweldig. En dan heb ik de Pretty Natural Hydrating Foundation in de kleur 040. Wat heeft hij toch moeite vandaag? Neutral Vanilla. Ja, die vind ik wel prettig, dus die hou ik. Dan heb ik de Revolution Pro CC Perfecting Foundation. En dit zal F3 zijn. Oh nee, F1. Het scheelt weer per merk. De Super Dewy Line, natuurlijk, in Light Beige. Zo ziet hij eruit. Hier staat de Light Beige. En ik heb een Creme Skin Perfector. Daar komt een hond aangelopen. Hi, Lulu. Hi, krijg ik een kusje van jou. Dat is lief. Ga je weer naar buiten? Ga je weer buiten? Skin Adapting Technology. Dit komt er wit uit. Dit is de kleur light. En dat past zich dan aan de kleur van je huid. Ik heb er twee weg gedaan. Er gaan er nog wel meer weg, denk ik. Maar vooralsnog, dit waren de tubes. Zo. De flessen. En ik zie dat ik hier nog een tube heb. Dat is de Clean ID, staat er. High Cover Luminous Matte Foundation. En dit is de kleur 004 Light Almond. Een hele fijne dit, maar volgens mij ook niet meer verkrijgbaar. We gaan beginnen met een redelijk nieuwe. Dit is de Maybelline Superstay 24 Hour Skin Tint in de kleur 02. Heel fijn, echt wauw. Dan heb ik de Maybelline Green Edition. En dit is een, ja, dit is de kleur 10.
En is een super drop tinted oil. Oké. Nou heb ik een hele droge huid van mezelf. Wat ouder natuurlijk. En ook droog. Dus mijn huid gaat hier goed op. Heb je een vette huid, begin er niet aan. Ik weet niet eens meer of die in Nederland verkrijgbaar is. De Collection Lasting Perfection Glow Foundation. In de kleur 5 Fair. Heel mooi. Hele mooie foundation. Mijn favoriete. De Forever Skin Glow. En dit is de kleur 1 Neutral. Dat is gewoon mijn kleur van Dior, zeg maar. Heel fijn, behoort tot mijn favorieten. Deze, de Natural Nude, zit momenteel in mijn Shop My Stash. Ook 1 neutral kleur. Ik vind hem een beetje mat. Maar met een glowy primer eronder kan het echt heel, meer dan prima. Maar de formule is echt heel fijn. Dan heb ik de Chanel Le Beige Waterfresh Tint. En dit is de kleur Light. Ja, geweldig. Dan heb ik de Chanel Sublimage L'Essence de Tint. In de kleur BR12. Dit is een foundation en de Sublimage lijn is gericht op de oudere huid. Heel fijn. Dan heb ik de Chanel Ultra Le Tint Flawless Finish Foundation All Day Comfort. Is ook een, dit is de kleur B10. Ik heb liever BR, want dat is iets roziger. Dat vind ik gewoon mooier staan. Ze zijn een beetje poederig. Dit is een fijne foundation. Er springt een kat in mijn plant. Ondertussen, als je wat hoort. Maar deze is ook een beetje mat. Dus er moet een glowy primer onder. En dan heb ik de Le Beige. Wat is dit? De Healthy Glow Foundation. Healthy Glow Foundation. In de kleur B20. Die is een tikkie te donker voor mij. Maar fijne foundation. En natuurlijk heb ik ook de Le Beige Waterfresh Complexion Touch in B10. Ook heel fijn. Dan heb ik de Elf Flawless Satin Foundation in de kleur Pearl. Fijne foundation, tikkie dik, dikke substantie en een tikkie mat. En zoals iedereen vind ik de L'Oreal Perfect Nude Serum Foundation vind ik fijn. Ik heb de kleur 05 tot 2. Ik ben gewoon heel licht qua huidskleur. De dropper, zeg maar, pipetje, vreselijk. Dan heb ik de Age Perfect Serum Foundation in de kleur 100 Ivory. Geweldig. Ik heb de True Skin Hydrating Foundation in 004 Neutral Porcelain van Catrice. Hier heb ik nog 3 backups van. Dit is echt een van mijn favoriete foundations. Dit is ook al de 5e of zo, de 5e fles. Dan heb ik de Catrice Nude Drop Tinted Serum in 004. Ja. Ik vind hem niet zo. Maar ik ga hem wel proberen op te maken. Weer met zo'n pipetje. Ik hou er gewoon niet van. Geef mij maar een pomp. Ik vind hem niet zo. Maar goed. Dan heb ik de Essence Fresh and Fit. Daar is ze weer. Foundation Vitamin Complex en Niacinamide in 10 Fresh Ivory. Dit is een hele fijne foundation. Heel naturel, heel prima. En volgens mij ben ik wat dingen kwijt. Maar het zal wel. Ik heb de NYX Bare With Me Luminous Tinted Skin Serum. Dit is ook een pipetje. Het is niet echt een pipetje. Dit moet je eraf draaien. Oeps. En dan knijp je het als het ware eruit. Dat doen we nu niet. Draai het er maar weer gewoon op. Zo. Moet ik eigenlijk meer gebruiken. Maar dat moet ik eigenlijk met alles. En dan heb ik de Morphe 2 Hint Hint Skin Tint. In
Hint of Latte. Ja, is prima. Ik heb nog een Revolution Conceal and Hydrate in F3. Dat is mijn Revolution kleur in principe. Niet geweldig, maar prima. Dan heb ik nog de Conceal and Glow in F3. Niet geweldig, maar prima. En dan heb ik van XX Revolution de... ja, foundation. Maar dit is de glowy variant. Deze hebben ze met een grijze dop. Een donkergrijze dop. Dat is de matte. Dit is de glowy variant. Dit is een fijne foundation. Niks mis mee. En dan heb ik nog drie potjes. Dit is meer een cream. Dit is de L'Oreal Age Perfect Balm. Make-up balm in 1 Fair. Dit is heel fijn. Dit vind ik echt heel fijn. Vooral in de winter. Dan heb ik van Kiko. De Nourishing Perfection Cream Compact Foundation in CR15. Dat is de lichtste kleur. Dat is er zo een. En die gaat dan zo open. Gek genoeg lijkt het heel donker hoor. Maar dit is echt voor mij... Er zit een haar in, zie ik. Gadverdamme. Nou, ook heel fijn. En ik heb van Dynessa Myrix. Dit is de Yummy Skin Blurring Balm Powder. Dit kun je dus, face and eye staat er nog bij. Dit kun je als poeder gebruiken, als primer, als foundation, als van alles. Heel apart product. Maar ik gebruik het als foundation. Dan geeft het mij genoeg dekking. En dan... maar ook een dik een balmstructuur dus voor de winter. Dit was het. Dit zijn alle foundations en concealers. En de twee die ik weggooi op Wesselse laptop. Mandje leeg. Dit was het. De volgende keer doen we blush. Heb ik bedacht. De volgende keer doen we blush. Weer aan de eettafel, denk ik. Deze manier vond ik prettiger. Laat even weten wat jullie prettiger vonden. De andere manier waarin je mij ook een beetje ziet. Of gewoon zo waarin ik het laat zien. En jullie alleen maar mijn hand zien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende collection video. En fijne dag verder. Doei!